ijs is Elma de Vries een van de meest succesvolle marathonschaatsers. Maar de 32-jarige is ook al bezig met de vraag wat ze wil gaan doen na de sport. Daarom volgde ze een opleiding tot helikopterpiloot. Controleren op lekkages of van olie bijvoorbeeld. Met marathonschaatsen en skileren bij het tactisch gedeelte waarbij je constant moet anticiperen op wat andere mensen doen en wat er in de wedstrijdverloop gebeurt. En met helikoptervliegen moet je ook constant anticiperen op de omstandigheden en eigenlijk steeds een stap vooruit denken van wat zou er kunnen gebeuren en wat ga ik dan doen. Dus dat ligt wel een parallel. Nou, het is mooi lichtblauw, dus we hebben de goede brandstof erin. Geen vuil, geen water. We hebben vandaag een vrij pittige wind. Zelfs zo dat je eigenlijk voor beginnende piloten denkt van, nou, misschien kun je vandaag beter niet gaan. Maar ik heb inmiddels redelijk wat uren opgebouwd. En we trekken altijd eigenlijk hier tussen de hangars weg. En met die wind die nu staat in de luwte van de hangars, en als je er dan tussenuit komt, ja, dan pakt hij even mee. Een leuk voorbeeld was wel dat ik op een gegeven moment terugkwam. Ik geloof dat ik met mijn zus van hier naar Hoogeveen was gevlogen. Met mijn moeder van Hoogeveen naar Houdewijk. Met mijn oom en tante van Houdewijk naar Vlieland. En vice versa. Dus ik kwam terug en ik zei tegen mijn instructeur, ik heb vandaag 4 uur gevlogen. En toen keek hij me echt met grote ogen aan en toen zei hij van, oh ja, jij deed iets met marathon, hè. Dus ja, die ausdauer zit er wel in. Ben je klant van KPN? Bekijk dan gratis alle programma's van KPN presenteert op je tv.